Zo, vandaag kwam eind maart alsnog de Fairy Loot Box binnen. My books, my treasure. Van de maand maart. Mooi op tijd, net. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Oeh, en dan als ik het openmaak, dan vind ik als eerste een heel mooi blik. Don't chase fate, let fate chase you. Het is een theeblik, kijk. Ik kan hier de thee in doen. Oh, wat staat er dan bij? Wait for me where the land meets the sea. Hier ook nog. Ze is helemaal mooi bedrukt. Leuk. Een theeblik. Dan vind ik hier een artprint kaart. Van de maand maart 2022. Het thema is Threats of Fate. En op de achterkant, het is een spoilerkaart, staat op wat er allemaal in zit. Dat vind ik een mooie artprint. Dan vind ik een Threats of Fate speelkaartenset. Dan kunnen we weer pesten met kaarten. Dan vind ik verder een... Ja, ja. Stoffen iets. Hij moet zo. Een kussensloop voor op de bank. Een kussentje in te doen. En de achterkant is zonder tekst. En dan staat erop, only one thing is more powerful than a wish, and that is a purpose. Jordan Ifuiko. Volgens mij heb ik de boeken hiervan. Van Ray Bearer of zo. Maar die moet ik nog wel lezen. Dan vind ik hier een hele mooie envelop met Sears Woodmark. Dus dat is een houten... boekenlegger ga ik vanuit. Oeh, die is heel mooi. De achterkant is blank met fairy loot. En de voorkant heeft heel mooi een leeuw en een vrouw op. Nou is mijn sterrenbeeld ook leeuw, dus dat is wel grappig. Dat is een mooie, mooie boekenlegger. Leuk. Ik hou ervan. 1, 2, 3, 4 dingetjes. En dan denk ik dat we onderhand alweer bij het boek zijn. Hier vind ik ook nog een paar dingen erin. Ik vind nog een stickervel van de Raven Boys. Stickers bij Ed Viva. Kijk, een stickervel. De Raven Boys. Ik ken het boek niet. Wel van naam, maar ik heb het nog nooit gelezen. En dan heb ik alle rotsoortjes uit de doos. Dan heb ik hier nog twee tarotkaarten. De Magician en de Fool. En dit is de achterkant. Daar doe ik zelf verder denk ik niks mee. Of ik moet echt bij een boek horen wat ik heb en wat ik heel mooi vond. Dan het welbekende zwarte tasje. Happy Reading van Fairy Loot. En dan komt daar langzaamaan uit de voorschijn. De Fairy Scoop van deze maand. Met erin een auteurinterview. De maart 2022 Threats of Fate boekenlegger. Een prachtige artprint. Beetje Chinees-Japanse stijl. Met een brief van de auteur erop en een handtekening. En we hebben weer het boek. Dat ziet er echt heel mooi uit. The Girl Who Fell Beneath the Sea van Axie O. Een heel fleurig dustcover. Of moet ik hem dan zo? Nee, dan is hij op de kop. Zo.
En de achterkant is ook fleurig. Dan heeft het boek blauwe sprayed edges en ook nog stencil sprayed edges met een soort van draak. Het boek is een beetje lichtgeel met blauwe metallic folie erop. Mooie print. Dan hier ook nog The Girl Who Fell Beneath the Sea. Dan heeft het boek een hele mooie artprint op de endpapers. Kijk, de achterkant ook nog, een andere zelfs. Leuk. En het boek is gesigneerd. Fairyloot Exclusive Edition. Door de schrijver. Schrijfster. Ja, mooi boek. Doen we even de dustcover erom. Staat er in de Fairy Scoop wat er allemaal zo speciaal is aan deze editie. Exclusieve cover, artwork on the endpaper, signed by author, two colored stencil sprayed edges en foil embossing on the hardcover. Dan, het boek gaat over. Deadly storms, an ancient curse. Will her sacrifice save them all? For generations, deadly storms have ravaged Mina's homeland. Her people believe the sea god, once their protector, now curses them with death and despair. To appease him, each year a maiden is thrown into the sea, in the hopes that one day the true bride will be chosen and end the suffering. Many believe Shim Chi-yong, Mina's brother's beloved, to be the legendary true bride. But on the night Chi-yong is to be sacrificed, Mina's brother follows her, knowing that to interfere is a death sentence. To save her brother, Mina throws herself into the water in Chi-yong's stead. Swept away to the spirit realm, a magical city of lesser gods and mythical beasts, Mina finds the sea god trapped in an enchanted sleep. With the help of a mysterious young man and a motley crew of demons, gods and spirits, Mina sets out to wake him and bring an end to the storms once and for all. But she doesn't have much time. A human cannot live long in the land of the spirits, and there are those who would do anything to keep the sea god from waking. The Girl Who Fell Beneath the Sea is a magical feminist retelling of a classic Korean legend, perfect for fans of Uprooted and Miyazaki Spirited Away. Okay. Nou, het klinkt als een heel spannend verhaal. Het is dus Koreaans, zoals ik begrijp. Ik heb altijd een beetje moeite, ik zei al iets Japansig, om al die landen in Azië uit elkaar te houden. Maar het is dus een Koreaans verhaal. Het ziet er echt heel mooi uit, het boek. En ik ben ook heel benieuwd naar het verhaal. Dan ga ik nog heel even kijken op de spoilerkaart. Of het klopt dat alles erin zit wat erin moet zitten. De Sears Woodmark. Dat is deze. It's high time we revisit an old favorite. A wooden bookmark. This one is inspired by Sears. Raven Cycle Sticker Sheet. The sticker set inspired by the Raven Cycle by Maggie Stiefvater. It's perfect for adding a bookish touch to your laptop, water bottle, phone or notebook. Ray Bearer cushion cover. Dat is de kussensloop die we hier hebben. Dat is ook echt wel mooi. The cushion cover inspired by Ray Bearer by Jordan Ifueko features one of the most inspiring quotes from the book and it will make a great addition to your home decor. Threats of Fate tea tin. Oh, die hoort ook echt. Dat is wel leuk. Dit blik hoort ook echt bij het boek. Dat kun je ook wel zien als je ze zo naast elkaar. Het hoort ook echt wel bij het boek, zeg maar. Dus dat is een thee blik. Over de zee. The beautiful pastel tea tin is inspired by our future book of the month, which is waiting for you at the bottom of this box. Nou, die hebben we dus gevonden. Threats of Fate playing cards.
Oh, dat hoort ook dus echt. Oh nee. The card deck features character artwork from your story. From four stories. The artwork on the diamond suit is from Six Crimson Cranes. Spades are from Jade Fire Gold. Clubs are from Only a Monster. And the heart suit is from Daughter of the Moon. Tarot card of the month. The beginning of our new collectible, Celestial Tarot Deck. The cards are illustrated by the amazing At Arts 28 and future Xingyin as the Fool and Wenji as the Magician, both from Daughter of the Moon Goddess. Maar dat boek heb ik en dat was echt een heel mooi boek. Die zat vorige maand erin. Dus ik denk dat ik ze gewoon als boekenlegger ga bewaren bij het boek. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Nou ben ik stiekem ook nog wel even heel benieuwd naar de kaartendek. Hoe die eruit ziet. Ik ga even kijken of ik hem open krijg. Als het tenminste niet te veel tijd gaat kosten. Ah nee, ik heb het beginnetje al. Zo, het slestukje eraf. En hoe gaat dit open? Niet. Haha, dat is om het spannend te houden. Nou. Ongelooflijk, ik heb weer... Ze hebben het zo goed dichtgemaakt dat je dat doosje niet fatsoenlijk open krijgt om hem daar al helemaal kapot te maken. Oh, dat zit... Ja, ik heb hem open. Oh, dat is wel leuk. Het is een... Het heeft echt een hele mooie rode, kijk, glimmende metallic-achtige zijkantjes. Nou, dan hadden we schoppen. Nou ja, eigenlijk is dan vooral dit artwork behorende bij een boek. Dan hebben we klaveren. Klaveren. Harten. Van Daughter of the Moon Goddess. En ruiten. Oh ja, Six Crimson Swans. Als je dan de boeken gelezen hebt, dan herken je zo de characters. Het ziet er heel mooi uit, het kaartspel. Je... Het mooi bewaren. Het is niet zozeer dat ik kaartspellen spaar, maar ik vind hem wel mooi. Dus ik denk dat ik er gewoon lekker mee ga spelen als het zo uitkomt. Leuk. Het enige waarvan ik niet zeker weet of ik het wil houden, is de stickervel. Maar stickers zijn eigenlijk altijd goed. En het kussensloopje. Ik vind het kussensloopje namelijk wel super mooi. Maar ik heb al zoveel kussens en dingen. Dus ik weet nog niet of ik hem ga gebruiken. Aan de andere kant kan hem ook aan de kant leggen. En af en toe een kussenshoesje wisselen. Kussenshoesje. Dan volgende maand, april, is het thema bittersweet. You can expect items inspired by the Night Circus, Strange the Dreamer, Eddie LaRue. And it will also be a fandom neutral item. We are thrilled to reveal this box will have two books. And an item we have never featured before. The second book in the box is a paperback edition of a Romeo and Juliet retelling with an exclusive cover, sprayed edges and a digital signature. The featured book of the month is inspired by Yoruba Nigerian mythology and follows a girl's journey of magic, injustice, power and revenge. The twists and turns had us sitting on the edges of our seat. The Fairy Loot exclusive edition will have an exclusive cover, sprayed edges, artwork on the reverse of the desk jacket, art wrapped around the hardcover, and custom end papers that are signed by the author. As usual, it will come with a letter from the author. The book is inspired by real-life horrors endured by child soldiers and therefore tackles difficult themes. Dus dat is wel belangrijk om te weten.
Nou, dan klopt het. De box is compleet. Er zitten leuke dingen in. Ik vind het boek heel mooi. Ik ben heel erg benieuwd hoe het verhaal is. Ik ben ook heel blij met de houten boekenleggen. Boekenleggen zijn altijd mooi. Maar ik ken Sears het boek niet. Maar ik vind het wel een hele mooie afbeelding. Ik ben ook heel erg blij met de theeblikken. Ik heb nog 2 of 3 theeblikken inmiddels uit diverse boekenboxen. Allemaal een beetje in dezelfde stijl. De meeste hebben dus ook nog zo hier een deksel. Ik heb ze niet allemaal, eigenlijk zijn ze allemaal nog leeg. Maar ze staan wel allemaal in de keuken om te gaan gebruiken. Dus die vind ik ook echt heel erg leuk. Kussensloopjes mooi, maar ik weet nog niet of ik het ga gebruiken. En de speelkaarten, daar gaan we gewoon lekker mee spelen. Dus dat komt goed. Dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot een volgende unboxing. Doeg!